Ik ben Sander Koenen, ik ben 40 jaar oud. Ik heb een 13 hectare grote vaste plantenkwekerij. Ik ben Dylan van Zetten, ik ben 22 jaar oud. Opleiding bij het Reo College, plantenteelt. En ik werk voor Sander Koenen al 2 jaar. Ik ben gebeld door het Reo College of ik interesse had in een stageloper die een arbeidsbeperking had. Ik denk, waarom zal ik het niet doen? Eens kijken wat dat te bieden heeft. En toen zijn ze op gesprek gekomen en ik had er een goed gevoel bij die jongen. We zouden ze 2 weken aankijken hoe dat ging lopen. Hij is er nog steeds. Hij werkt er nog steeds. En het gaat hartstikke goed. Het is een hele vriendelijke jongen die altijd goed gehumeurd is. Hij werkt mooi, zijn eigen tempo. Vraagt op tijd wat. Heel tevreden ben ik erover. Mijn werk is schoffelen in de zomer. In de herfst spoelen en helpen rooien. In de winter planten delen. En dan weer in de zomer weer schoffelen. Dus het is echt per seizoen is het verschillend wat ik doe. Het werk bij mij is hoofdzakelijk het iets makkelijkere werk. Het werd eerst of door mijn ouders of door mezelf gedaan, wat hij nu doet. Het was helemaal niet ingewikkeld om hem in dienst te nemen. Je krijgt een jobcoach, het UWV komt, die bepalen een loonwaarde wat voor die jongen geldt. De jobcoach regelt al de papieren. Het enige wat ik heb hoeven te doen is een contract op laten stellen via mijn boekhouder. En die doet ook de salarisberekeningen. De jobcoach komt bij mij elke 6 weken. Gaan we in de kantine zitten, nemen we door wat Dylan allemaal gedaan heeft. Wat goed gaat en wat niet goed gaat, wat zijn verbeterpunten zijn. De jobcoach werkt voor mij hartstikke goed. Als ik vragen heb van hoe moet ik iets benaderen. Als er een probleem is, kunnen zij mij een oplossing toereiken. En dan gaat het meestal vanzelf. Als de werknemer ziek wordt, hoef je als werkgever niks te betalen. Je krijgt het allemaal vergoed door het UWV. No risk. Nou, ik denk dat Sander mij wel heel veel zelfvertrouwen heeft gegeven. Door gewoon werkzaamheden mij het gewoon te laten doen. En uiteindelijk heeft dat gewoon positief uitgedraaid. En heb ik werk hier al 2 jaar. Dus... Als de klik er is, ze werken hard. Je biedt ze een toekomst. Voor mij heeft het alleen voordelen.